Afgelopen week ben ik naar Taiwan geweest. 20 organisaties verzocht om het healthcare systeem te analyseren. Waarom Taiwan? Het staat wereldwijd op nummer 1 als het gaat om de kwaliteit van de gezondheidszorg. Ondanks dat ze slechts 5% van het BNP hieraan besteden, ondanks een vergrijzende bevolking, een tekort aan artsen en verpleegkundigen, weet Taiwan met beperkte middelen en personeel een uitzonderlijk hoog niveau van zorg te bieden. Hoe doen ze dat? En wat kunnen wij ervan leren? Ik heb 3 verschillende ziekenhuizen bezocht, van groot tot klein, van innovatief tot academisch. Ze zijn enorm efficiënt qua digitalisering. Alles werkt vlot, respect voor privacy en tegen 5 keer lagere ICT-kosten dan in Nederland. You can see the doctor right away, yeah. Okay? After you visit doctor, when you go to the pharmacy department, yeah. The drug is already waiting for you. The patient have a smart car, everybody have one of that. Our doctor have a car, they have to join together, yeah. Then you can see the medical record in the cloud. Your budget is very modest. Yes, not so many. $1 million per year. Wat mij vooral fascineert is hoe Taiwan de administratieve lastendruk voor artsen en nurses heeft geminimaliseerd. Slimme, handige ICT-systemen en processen die echt weinig tijd vergen. The system will help us to do some assessment and planning. So here's the transcript. Between our conversation with patient and then there's the assessment. Ook veel startups ontmoet die baanbrekende AI-oplossingen en slimme sensorenontwikkeling in combinatie met AI. Een bijzonder voorbeeld is deze universeel supergevoelige fibersensor die op afstand minimale trillingen registreert, die via AI omgezet worden in vitale gegevens zoals hartslag, bloeddruk, ademhaling, slaapdiepte, maar ook de druk die iemand tijdens het lopen zet. Daarnaast heeft Taiwan een slim systeem waarbij werknemers jaarlijks een verplichte gezondheidscheck ondergaan. They need to be tested to see their health conditions. Yeah. This is compulsory, including testing your glucose, urine, kidney functions, hypertension, blood pressure. This DecaBio company show you a comprehensive analysis of your overall health condition. So you have some idea. In the next 10 years, what will happen to you? After you are determined that you are a sub-healthy person, we'll tell you what possible chronic diseases are more important for you to be of concern. How good is your prediction level? According to our analysis, it's close to more than 90% of accuracy. Naast deze algemene systeeminnovaties wordt AI gebruikt om medische behandelingen te optimaliseren. I use neuroimaging data with AI to develop an algorithm and platform to visualize the brain pathologies in these patients. We have more precision before the schizophrenia, bipolar disorders and major depression. Nursing staffs and doctors, they can use that platform to diagnose, for example, tuberculosis in a remote area. I just developed the AI application. The most remarkable one is the automatic AI organ segmentation. And I put this automatic segmentation into the mixed reality using the HoloLens that help the surgery doctor to do their operation. If the patient have a very complicated terminal location, we will use this technology to help the doctor to operate more precisely. We have some big data and AI cooperation with hospitals. We make AI model to implement in hospital to make the daily timeline more efficient. We can save manpower for doctors and the nurses and to reduce the mortality, improve the survival of patients. We have some medical image AI. So we have some brain CT project to detect the stroke very quick without contrast injection. And we have medical signal AI to identify the acute myocardial infarction using the ECG, electrocardiography. And also we have some genetic AI to predict disease before the disease onset. AI will be used if doctors trust this AI. Hiernaast bezocht ik bedrijven als Foxconn, Nvidia en Advantech die grote portfolio's van nuttige toepassingen in de healthcare hebben en die met AI zijn verrijkt. En hier zie je dan allemaal verschillende oplossingen die telehealth suitcases met alle processen erbij, de smart bedden met valdetectie, iWard solutions, alles is connected. Hier heb je een oplossing die bij de Erasmus Universiteit staat. Ze hebben duizenden operating rooms die ze dus uitvoeren met video. En alle data die er vandaan komt om daar intelligente dingen mee te doen. Johnny Lin, you're from Foxconn. Can you tell me what did you do for this hospital as a software integration?
Okay, so we do the location service for the hospital, mm-hmm. and also we do a radar detection for the fall detection. And also we have implemented the air purifier and also the air sensor that you can detect the quality of the air in the hospital. Mm-hmm. And we're also helping the integration of different kind of IoT devices, for example, like checking the heart rate, heartbeat, and also checking the vital sign of the patient in the hospital. Vind je het interessant om hier meer over te weten? We organiseren een middag waar we dieper ingaan op de Taiwanese gezondheidszorg en vooral wat Nederland hiervan kan leren. In maart 2025 gaan we met 30 mensen uit het healthcare systeem op reis om in detail dit allemaal te zien bij alle organisaties. Meld je aan via onderstaande link.